Als er in de reële economie uh, misprijzingen zijn, imbalansen, uh, of dat nou zijn aandelenkoersen uh, die veel te hoog zijn uh, rondom internetaandelen of uh, hypotheekverstrekking die veel te ruim is, nemen subprime mortgages, um, dan uiteindelijk ja, gaat dat zijn uh, uh, consequenties hebben in de financiële sector, krijg je daar crisis van. En um, in feite hebben we zo'n imbalans nu op een hele grote schaal um, rondom het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. En uh, ja, de financiële sector die zal dat moeten erkennen, die zal het moeten gaan inprijzen, die zal het in zijn risicobeleid moeten gaan meenemen. Want anders kan dat een heel groot uh, financieel probleem gaan worden. Ja, dat is altijd de vraag voor de financiële sector is: van, is dit nou echt een materieel issue? Nou, ik denk uh, wat dat heel mooi illustreert, is een, uh, een, een rapport van KPMG, waarin ze de. ...externaliteiten, dus eigenlijk de, 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 de natuurkosten van productie van een aantal sectoren... ...hebben afgezet tegen de winst van die sectoren. En wat je daar ziet is dat dat gemiddeld genomen zo ongeveer de helft van de winst is, van de jaarwinst. Dus als ze als daar echt een prijs voor moeten gaan betalen, wat natuurlijk op de lange termijn wel moet gebeuren... ...ja, dan zijn ze de helft van hun winst kwijt. En bij sommige sectoren, zoals de voedingssector, zijn die externaliteiten zelfs twee keer de jaarwinst. Dus die zouden de hele jaarwinst plus nog een hoop uh, daarbij kwijtraken als ze daar een prijs voor moeten gaan betalen. Um, een voorbeeld waar de laatste jaren veel over uh, te doen is geweest is het uh, zogenaamde carbon bubble scenario. Uh, dat zegt van: uh, we hebben internationaal afgesproken dat we de uh, klimaatverandering beperkt willen houden tot uh, 2 graden. En daar zijn ook hele goede redenen voor, omdat als je over die 2 graden heen gaat. Uh, dan zal het hele grote gevolgen hebben, die ook weer heel veel economische en menselijke kosten met zich uh, meebrengen. Um, maar dat betekent wel dat als je je aan die twee graden wil houden, dat er van de nu bekende fossiele reserves een heel groot deel uh, niet verbrand kan worden. Ruwweg 60 tot 80 procent zal gewoon in de grond moeten blijven. Nou, dat betekent dus dat uh, veel van die fossiele. Uh, bedrijven uh, die met uh, olie, gas en kolen bezig zijn, dat die op dit moment ja, eigenlijk overprijsd zijn. Hè? Want in hun aandelenkoers daar zit een, uh, een deel uh, waarde die ze nooit zullen kunnen gaan, uh, gaan laten zien. Uh, nou, wat dat betekent, hebben wij uh, twee jaar geleden in een uh, rapport voor het Europees Parlement uh, becijferd. voor de grootste Europese banken en uh, pensioenfondsen. En nou, dan zie je dat daar gewoon een bedrag van zo'n 450 miljard euro verloren dreigt te gaan. En dat is nog in het meest gunstige scenario. Dus dat we eigenlijk heel snel met die transitie beginnen. Want een ander scenario, waarbij we namelijk langzaam die transitie ingaan, dan zullen die kosten snel meer oplopen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat. Uh, oliebedrijven nog steeds heel erg veel geld investeren in het vinden van nieuwe reserves. Dus dat is 500 miljard uh, dollar per jaar wat daarin uh, in geïnvesteerd wordt. In het begin sprak je over de financiële wereld en de duurzaamheidstransitie. Uh, wat gebeurt daar op dit moment nu dan? Op dit moment zie je dat in de financiële sector eigenlijk het denken daarover begint. En kolenbedrijven worden bijvoorbeeld steeds meer uitgesloten omdat ze dat echt als een te groot risico zien. Maar wat er eigenlijk nog maar heel weinig gebeurt, is dat er echt wordt nagedacht, anders dan de fossiele energiebedrijven, maar ook in andere sectoren en binnen die sectoren tussen bedrijven. En neem bijvoorbeeld de autosector als zo'n carbonbubbel scenario werkelijkheid wordt. Uh, wat we op zich moeten hopen, uh, dan zal dat natuurlijk een hele grote verschuiving gaan geven in de relatieve prijzen in zo'n sector. Dus de autobedrijven die relatief veel met elektrische auto's bezig zijn, die zullen daar de grote winnaars van zijn. Terwijl de bedrijven die zijn achtergebleven en nog steeds vooral. Uh, ja, grote benzineslurpers maken, ja, die zullen heel snel in waarde gaan dalen. Nou, en wat je eigenlijk van de financiële sector zou willen is dat ze gaan nadenken over hoe dit soort van scenario's nou door zullen werken door de hele economie heen. En dat ze daar op basis daarvan nu hun beleggingsbeleid en investeringsbeleid uh, gaan, gaan, gaan aanpassen. Zodat uh, ja, de bedrijven die eigenlijk veel carbonrisico's met zich meebrengen, dat die daar ook een prijs voor, uh, voor gaan betalen. Wat betekent dit voor de rol van de Nederlandse pensioenfondsen? Pensioenfondsen die krijgen dan eigenlijk een beter beeld op de risico's van een aantal bedrijven. Um, en die zullen natuurlijk hun beleggingsbeleid daar dan op, uh, op kunnen aanpassen. He, en ook de engagement, dus het soort van gesprekken wat ze met die bedrijven voeren over het beleid wat ze, wat ze graag willen zien. En er is laatst heel veel te doen geweest over Shell. Er lag een resolutie op tafel die zei van Shell stop nou met nog meer geld te investeren in het vinden van nieuwe gas- en oliereserves. Ja, dat is denk ik een heel verstandig, he, ook vanuit het financiële perspectief, heel verstandig verzoek. Uh, want als Shell al dat soort reserves vindt, dan zullen dat relatief dure reserves zijn. Uh, nou, we zit, hebben eigenlijk al meer reserves dan we kunnen verbranden in die twee graden-wereld. Uh, dus dat, dat gaat geen geld opleveren. He, dus op die manier denk ik dat pensioenfondsen dit soort kennis kunnen gebruiken. Uh, andere boodschap richting die bedrijven. Ja, en als die bedrijven niet luisteren, ja, dan gewoon ook echt uh, eruit stappen.